Goedenavond in Christenbeminden. Vorige keer spraken wij over de Canon Minor, over de 5 offertoriumsgebeden die het opdragen van brood, water en wijn bij het offertorium begeleiden. We zijn vorige keer gestopt bij het begin van de bespreking van de privatie. Vandaag willen wij daar opnieuw mee starten. Starten wij eerst met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen een schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, in het Evangelie lezen wij dat onze Heiland zijn hemelse Vader dankte alvorens hij brood en wijn in zijn lichaam en in zijn bloed veranderde. De kerk volgt Christus hierin na door middel van de privatie. De privatie is het danklied van onbegrijpelijke en onvergelijkelijke schoonheid en eerbiedwaardigheid. De privatie is de gouden poort die ons tot in het allerheiligste van de consecratie zal voeren. De privatie is een heel oud gedeelte van onze misritus. Men denkt zelfs dat deze teruggaat tot op de apostelen. In de derde eeuw bestond er immers reeds een menigvoud aan privaties, maar liefst 267. Uiteindelijk liet Paus Pius V er nog slechts 11 bestaan, waarbij in de 20e eeuw toch nog privaties werden toegevoegd ter ere van de heilige Jozef, Christus koning, het heilig hart, en er werd ook een privatie voor de begrafenismis toegevoegd. Gaan we dieper in op de inleidende woorden van de privatie. Neemt u opnieuw uw missaal ter hand. De woorden per omnia saecula saeculorum behoren, zoals wij reeds vorige keer besproken hebben, eigenlijk tot het offertorium, wiens slotwoorden zij zijn. Het Dominus Sobiscum is het begin van de privatie. De priester bidt deze woorden, Dominus Sobiscum, niet meer richting het volk. De priester is reeds als Mozes op de Sinaïberg gestegen. Hij laat als het ware de wereld achter om God van aangezicht te ontmoeten en zich met hem te onderhouden. De woorden sursum corda komen uit het boek van de klaagliederen van Jeremias uit de Heilige Schrift. Zij zijn oeroud en we vinden ze terug, sursum corda, deze woorden, in de oudste misritussen van Oost en West. De woorden sursum corda drukken een heimwee uit naar het hemelse vaderland. Als christenen dienen we namelijk niet met onze buik op de aarde te kleven, zoals de heilige Paulus opmerkt, maar wel te zoeken naar dat wat boven is. Hoog de harten aldus, sursum corda. Ja, laten we niet meer twijfelen of we God of de wereld willen dienen. De heilige Johannes Chrysostomus, hij zegt over deze liturgische passage van het sursum corda het volgende tegenover de lauwe christenen. Hij zegt: wat doet ge, mens? Wat hebt ge de priester zo net geantwoord? Hebt gij soms niet geantwoord? Sursum corda, habemus ad dominum, we hebben ons hart bij de Heer. Maar is dat werkelijk ook zo? Zo ja, schaamt ge u niet? Wordt ge niet rood, daar gij in deze heilige stonde als een leugenaar voor God staat? Bekeer u, bevrijd u van uw hoogmoed,
van uw ogenlust en van uw hebzucht. De privatie is echter, zoals reeds aangegeven, ook een dankzegging. Gratias agamus. Reeds onder de mensen is de ondankbaarheid iets lelijks. Maar de ondankbaarheid tegenover God is veel erger. We hebben namelijk van God alle goed ontvangen. Daarom zeggen wij, dignum et justum est, hem dank te zeggen. Waardig en passend is het. Wij vervullen dan namelijk met de privatie een plicht van gerechtigheid, wanneer wij God danken, altijd en overal. Hij is het waardig, zowel voor onze ontelbare tijdelijke weldaden, als ook voor de onschatbare bovennatuurlijke genaden. Als bijzonder dankmotief vullen we in de privatie ook nog vaak het gevierde liturgische feest toe. De privatie wordt op een bijzondere toon gezongen, een toon waarvan Mozart zelf zegde dat hij graag al zijn composities wilde wegschenken, om toch maar de componist van de privatie genoemd te kunnen worden. Volgens sommige historici is de privatietoon de toon van de zegenliederen waarmee de triomfators, de zegenrijke generaals, in het antieke keizerlijke Rome onthaald werden. En deze triomfantelijke zang past natuurlijk excellent bij Christus Koning. De privatie gaat over in het tweeledige sanctus. Het sanctus is de lofzang van de engelen, de lofzang van de serafijnen die gloeien van liefde tot God. Wij begrijpen immers dat onze menselijke woorden, onze menselijke lofliederen, armzalig zijn voor de Allerhoogste. En daarom eigenen wij ons de lofliederen van de engelen toe. Het sanctus. Gaan we in op het eerste deel. Dat we driemaal sanctus zingen, sanctus, 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 komt uit het roepingsvisioen van de heilige profeet Isaias, dat u ook in de Heilige Schrift kunt nalezen. Isaias zag God zittende op een troon en hij hoorde het gezang van de serafijnen. In het drievoudige sanctus kan men dus een spoor van de allerheiligste drievuldigheid in het Oude Testament herkennen. Het is passend Gods heiligheid in het sanctus te bezingen, omdat uit de heilige mis, een hernieuwing van het kruisoffer, al de genaden voortkomen die wij nodig hebben om heilig te worden, zo heilig zoals God het voor ons bestempeld heeft. Het Benedictus is het tweede deel van het Sanctus. Deze woorden zijn ontnomen aan Palmzondag. Deze woorden komen namelijk voort uit de mond van de toeschouwers bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Men riep Jezus toe, Hosanna, hij die komt. Hosanna betekent eigenlijk, red ons, help ons. En deze zang past dus uitermate bij de heilige mis, waar Christus ons ter hulp schiet, hoe hij uit de hemel neerdaalt om zijn offer voor ons te hernieuwen, ons ter verlossing, arme zondaars. Kijken wij naar de ceremonieën. De priester, de misdienaars en het volk bidden het sanctus gebogen. Uit eerbied voor Gods tegenwoordigheid. Mijn dierbaren, doet u dat. Beweeg u tijdens de heilige mis. Bij de woorden Benedictus richt men zich weer op en maakt het kruisteken. Het sanctus wordt ook begeleid door driemaal bellen. En dat dient om de mensen in de nabijheid van de kerk op te roepen, tenminste dan hun wereldse aangelegenheden bijzijde te laten en zich te verenigen met de komende consecratie. Om de feestelijkheid van de heilige mis naar een hoger niveau te brengen nog, worden bij het sanctus kaarsen binnengebracht.
Bij de bisschoppelijke missen dienen het tussen de 4 en de 8 fakkels te zijn. Deze serforaren, zoals wij ze noemen, dienen tot na de communieuitdeling in het priesterkoor te blijven. Ze dienen eigenlijk als een erewacht voor Christus koning. Bovendien werd in de 13e eeuw bij het Sanctus nog een kaars op het altaar geplaatst, zoals vandaag de dag nog steeds het geval is bij de misritus van de Dominicanen. Zo met die baren, nu komen wij aan een groot moment. Werpen wij een eerste blik op de kanon, het heilige der heiligen. De kanon is het hartstuk van de heilige mis. Het allerheiligste, waar eigenlijk slechts enkel de gedoopten mogen bij aanwezig zijn. De kanon, de grote kanon, omgeeft met zijn gebeden het wonder van de consecratie. Wij moeten dus deze kanon onze grootste hoogachting schenken. Het Concilie van Trente zegt het als volgt. Daar heilige zaken heilig dienen behandeld te worden en dit offer het allerheiligste is, heeft de katholieke kerk, opdat het kruisoffer waardig hernieuwd wordt, voor vele eeuwen de heilige kanon ingevoerd. De kanon die vrij is van dwaling, vol van heiligheid en welgevalligheid aan God. De kanon bestaat uit de woorden van de Heer zelf, uit de overleveringen van de apostelen en uit de vrome gedachten van heilige pausen. Tot zover de woorden van het Concilie van Trente. Zoals reeds bekend, haatte Luther de kanon. Luther bestempelde de kanon als duivelswerk, daar deze kanon zo uitdrukkelijk over het offer spreekt. En het is verschrikkelijk te zien, mijn dierbaren, hoe de meeste priesters de oorspronkelijke Romeinse kanon niet meer gebruiken en het nieuwe Missale een keuze laat uit allerlei kanons. Het is een teloorgang. Welnu, hoe is de eerbiedwaardige kanon van de Romeinse liturgie ontstaan? In de eerste 3 eeuwen tijdens de vervolgingstijden kon de bisschop of de priester zelf de gebeden uitkiezen welke hij wenste te gebruiken voor en na de consecratie. Maar opgepast, vergissen wij ons niet. Het ging niet zomaar om een improvisatie op het moment zelf. Maar de gebeden, zo is overleverd, dienden opgeschreven te zijn en door de priester of de bisschop van buiten geleerd te worden, om zo ook uit het hoofd voorgedragen te kunnen worden. In de 4e eeuw, dus na de vervolgingstijd, werd er dan een grondschema aangegeven hoe de kanon er diende uit te zien. Ja, zelfs een gedachten, een gebedenboek werd uitgegeven uit welke gebeden men kon kiezen. Sinds de 1e eeuw is er reeds een vast grondschema, mijn dierbaren. Een grondschema tegenwoordig in alle liturgieën van het christendom. En dit grondschema is het Sursum Corda. De privatie, het sanctus, de consecratie, de smeekbede om de aanvaarding van het offer en het luide amen van het volk. Dat hebben wij reeds van de apostelen. Beseft u dat als u deze gebeden verricht? In de 3e eeuw werd de kanon van het Grieks naar het Latijn vertaald, waardoor weer verschillende gebeden ontstonden. In de zin natuurlijk van slechts vertalingsmogelijkheden. In de 4e eeuw waren de meeste kanonsgebeden die we vandaag kennen reeds voorhanden. Wie ze juist opgeschreven heeft, wie ze vervaardigd heeft, is onbekend. Met paus Gregorius de Grote in het jaar 596 kreeg de kanon die wij vandaag gebruiken reeds zijn vorm.
Tot op vandaag is hij slechts mits kleine veranderingen onveranderd gebleven. Ja, mijn dierbaren, inderdaad, wij bidden dus de kanon met dezelfde woorden als ontelbare bisschoppen, priesters en heiligen. Men kan dus zeggen dat de kanon iets van de eeuwigheid van de heilige mis in zich bergt. De heilige mis is nooit aan de tijdsgeest aangepast, nooit aan de mode aangepast. Althans niet tot in 1971 met de nieuwe mis. In navolging van Monsieur Lefebvre en de heilige Johannes Chrysostomus kunnen wij dus zeggen, wij offeren altijd hetzelfde, op dezelfde manier. Heel belangrijk. Zeggen wij nog kort een woord over de stilte bij de kanon. Oorspronkelijk, zo moet men zeggen, werd de kanon net als de privatie luid gezongen. Een parallel vinden wij in de wijding van de paaskaars, of van het doopwater ook, in de paasnacht. Deze wijdingen worden gezongen. Er is eveneens een gezongen privatie en een gezongen consecratie tijdens de paasnacht, van doopwater en paaskaars. Maar men onderscheidde wel het volgende in de heilige mis. In de privatie diende de priester met luide stem te zingen en de kanon diende enkel maar zo gezongen worden dat men kon horen enkel door degenen die het altaar omringden, de diaken, de subdiaken, de misdienaars. In de 8e eeuw voerde men het in de kanon stil te bidden. In de 12e eeuw voerde men zelfs ook bij ons de iconostase in, de sluiting van de gordijnen van het priesterkoor. Daarmee wilde men de heilige kanon voor profanatie bewaren. Deze stille gebeden drukken ook uit dat de kanon en de consecratie vooral priesterlijke gebeden zijn en niet van het volk. Alleen de priester is het die brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus verandert. Net zoals Christus alleen het kruisoffer kon volbrengen. Het volk was tegenwoordig, maar niet voltrekkend op Calvarieberg. Zo ook bij de heilige mis. Eerst de ketterij van het jansenisme als voorloper van het protestantisme en later van het modernisme vorderde de priester op de kanon luid te bidden. De stilte echter, mijn dierbaren, drukt net zoals het Latijn, zoals wij reeds gezegd hebben, de mystieke onbegrijpelijkheid uit van het geloofsgeheim van de heilige mis. En het is niet waar dat men de heilige mis of het mysterie dat het beherbergt beter zou kunnen verstaan indien iedereen alles zou kunnen horen of dat men zelfs in een volkstaal zou kunnen spreken. Dit mysterie kan men nooit begrijpen. En waarschijnlijk is het zelfs zo in de nieuwe liturgie, waar iedereen van alles kan horen en van alles kan zeggen, dat de meeste misbezoekers niet weten wat er eigenlijk daar op het altaar gebeurt. De hernieuwing van het kruisoffer. Men schat de mis door het luide spreken van de woorden en door het gebruik van de volkstaal waarschijnlijk sneller als gering en als iets onderhoudends in en niet nodig om eigenlijk bij te wonen. De stilte daarentegen bereidt ons voor tot aanbidding en tot verwondering. Het trekt ons weg uit de hectiek van het dagelijkse leven en uit de oppervlakkigheid van het wereldse leven. In het wereldse leven staat men nergens meer bij stil, maar bij de kanon staat de tijd en onze handelingen stil en het gelovige volk kijkt naar God in aanbidding en verwondering. Ten slotte nog een woord over de vele kruistekens die de priester maakt tijdens de kanon. Want ook dit is bij de nieuwe misliturgie veranderd.
In het jaar 751 schreef de heilige Bonifatius vanuit Duitsland naar Rome, naar de paus Zacharias, met de vraag waar en waarom deze kruistekens, deze zegeningen in kruisvorm, dienen gemaakt te worden bij de kanon. Door deze brief in het jaar 751 is het reeds klaarblijkelijk dat alle zegeningen die wij vandaag nog in de oude liturgie verrichten, toen reeds bestonden en dus reeds eeuwen oud zijn. Paus Zacharias antwoordde het volgende. Voor de consecratie dienen deze kruistekens over de offergaven tot zegening en voorbereiding en waardigmaking van de offergaven, zodat ze steeds meer en meer gewijd worden tot op het grote ogenblik van de consecratie zelf. Na de consecratie maakt de priester kruistekens over de geheiligde offergaven, waar Christus dus tegenwoordig is met ziel en lichaam, met zijn kostbaar bloed. En deze kruistekens, zo zegt Paus Zacharias, dienen en kunnen geïnterpreteerd worden als het ware dat de priester zijn hand oplaat aan de heiligheid van de Allerheiligste die op het corporale tegenwoordig is, zodat de priester weer met een geheiligde hand het volk en de offergaven van het volk kan zegenen. Zegen kan doen neerdalen. Dat is ook een mooie interpretatie. Mijn dierbaren, nadat wij dus de privatie, het sanctus en enkele algemene bemerkingen betreffende de kanon verricht hebben nu, en komen wij tot het slot. En wij willen deze week overwegen over het gezegde. Hoe meer wij ervan proeven van de heilige mis, hoe meer men er naar verlangt, hoe meer smaak men erin vindt. Dat is belangrijk. Eens bezocht een Duitse vorst een school. En hij vroeg dat de directeur hem het weekschema voorlegde. En hij merkte hoe de leerlingen elke zondag en elke donderdag naar de heilige mis gingen. De directeur dacht dat de vorst afkeurend zou zijn en het bezoek aan de heilige mis als tijdsverlies zou inschatten. Maar hij was verkeerd. Wat gebeurde er? De vorst greep naar zijn pen en schreef op het weekschema ook bij de andere dagen, dus niet alleen op donderdag en zondag, maar elke dag van de week, bezoek aan de heilige mis op. En ik keek naar de directeur en sprak, nee, u moet elke dag naar de heilige mis met uw kinderen. De heilige mis is te kostbaar om te laten verloren gaan en een schat tot kennis voor de ziel. Geen aardse zaak, besloot hij, gaat de heilige mis te boven. En die waren, hebben wij dezelfde overtuiging, leren wij onze heilige mis kennen, leren wij ze beminnen om ze met meer vrucht te bezoeken. En vragen wij al deze genaten tenslotte aan onze lieve vrouw. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbaren, dan wens ik u nog een grote godsvrucht toe, als voorbereiding op het feest van Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest, over de kerk, over de apostelen, maar ook nog in deze tijd over persoonlijk onze eigen ziel. Ik wens u nog een prettige avond, hoop u allen volgende keer terug te zien en ik wens u nog Gods rijkste zegen toe. Tot ziens.